thema hier bij Garner is de digitale maatschappij. Wat betekent de digitale maatschappij voor de Nederlandse politie? Nou, er gaat eigenlijk binnen de politie geen proces zonder IT. En dus digitalisering is voor ons echt van primair belang om al onze processen ook digitaal te krijgen. Omdat we daarmee ook veel beter in staat zijn om in te spelen op wat er gebeurt in onze maatschappij. Ja. En wat ook, laten we zeggen, aan criminaliteit om ons heen zich afspeelt. En daar zullen we echt op, in dat domein zullen we ons echt moeten laten zien. Op het moment dat natuurlijk al die digitale criminaliteit plaatsvindt, dan, en wij worden ook slimmer in dat domein, dan gaat misschien een slimme crimineel denken, misschien moet ik maar weer op de analoge manier het gaan doen. Dus ook het oude handwerk blijft altijd belangrijk. Ja, ik vind digitale transformatie altijd een mooi woord. We zeggen heel vaak transformatie. Dit is echt wel een transformatie omdat je iets anders bent geworden als je getransformeerd bent dan je daarvoor was. Dus je kunt er niet meer terug. Ik denk dat het een hele dynamische weg is en dat het ook heel erg onderschat wordt hoe lang het duurt. Wij zijn al jaren mee bezig. We zijn begonnen met een cloudstrategie. We zijn nu bezig met allerlei platformen te implementeren die ook daarin gebruikt worden. Maar uiteindelijk voor je daarmee klaar bent zijn we nog 5, 6 jaar bezig. Wat ik belangrijk vind daarbinnen, heb ik binnen ook gezegd, is dat we het samen doen vanuit IT en business. En dat je uiteindelijk ook stopt om te praten over een IT en een businessorganisatie omdat je de technologie in je bedrijf met elkaar gaat besturen en managen en daardoor langzamerhand ook transformeert. Dus we beginnen met data, dus hoe krijgen we die kwaliteit van die data op de juiste manier uit onze systemen, ook in onze systemen, uit onze systemen. En hoe borduur je daarop voort? Dat is een hele belangrijke, is echt wel een belangrijke stap. Omdat je, als je dat achteraf moet doen, dan ben je veel te laat. Kost veel meer geld, veel meer tijd en heel veel frustratie. Dus dat is wel een hele belangrijke. Ja, en hoe krijg je eigenlijk de medewerkers mee in die digitale transformatie? Engie kent een heel grote hoeveelheid mensen, technisch geschoold personeel. Soms ook lange dienstverbanden. En die moeten ook mee. We moeten met z'n allen die andere kant op. Nou, en hoe neem je die dan mee? Hoe zorg je dat het ook leuk is voor ze? Ah ja, we zitten natuurlijk midden in dat hele proces. En dat is niet een IT-proces, maar het is vooral een organisatieproces. De organisatie moet echt digitaliseren. Dat betekent dat eigenlijk iedereen, 65.000 man, moet beseffen en weten wat het betekent dat we aan het digitaliseren zijn. En zal daar dus ook op opgeleid moeten worden, moet worden meegenomen in het hele proces. Nou, wat ik aan het publiek heb verteld is hoe IT en technologie meer in de brede zin van het woord PostNL eigenlijk helpt en ook dat we heel erg bezig zijn met hoe kunnen we nou de technologie gebruiken, juist in diensten van onze klanten, voor de samenleving, voor alles wat we doen binnen PostNL. Dus een voorbeeld, er komen natuurlijk heel veel busjes in de straat. Ja, ik zie je knikken. En we willen natuurlijk eigenlijk pas een pakje brengen als je thuis bent. En als we nou van tevoren kunnen weten wanneer je ongeveer thuis bent, dan kunnen we die route zo plannen dat we daar ook echt gewoon jou de optimale customer experience geven. Dat soort dingen zijn we aan het experimenteren, samen met onze klanten aan het kijken, kunnen we het nou zo goed maken dat we en het milieu helpen en de klanten helpen en met elkaar een samenleving bouwen waarin PostNL ook echt een bijdrage levert aan die samenleving.